En ik denk dat we een leider, want dat is die, hij is een leider, vervangen moeten voor een andere leiderstype. En dat is Christian Eriksen. Met vervangen bedoel ik niet per se dat we Tadić gaan wegdoen, maar hij is gewoon een stuk minder bruikbaar nu. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Ik wil hem wel proberen te laten stoppen als Ajaxie. What up kijkers, tof dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe video van de FIFA 22 Ajax carrière. Maar we gaan weer door, we gaan weer verder in ons seizoenetje. En nu hebben we eerst een bekerwedstrijd tegen Cambuur. Kwartfinale is het, zagen we net al staan. Dan hebben we de transfer deadline van januari. En dan gaan we hier dus februari in. We gaan sowieso die bekerwedstrijd spelen. We gaan, ik denk, NEC wel spelen. En dan misschien Sevilla. Het ligt er een beetje aan hoe hoog RKC staat en hoe snel de deadline verloopt natuurlijk in verband met de tijd. Dus als jullie er zin in hebben, drop dan gewoon alvast een likeje. Dat zou ik zeer waarderen. En ik heb overigens ook Christiansen op de leenlijst gezet. Als hij uitgeleend wordt, dan gaan we een andere speler halen. Ik heb al in gedachten wie, maar daar is even op afwachten. Voor de rest zijn alle posities redelijk bezet, behalve mijn rechtervleugelaanval. Daar kunnen we ook nog wel backup gebruiken om te huren, hopelijk. Ziyech is natuurlijk nog altijd geblesseerd. En iemand zei dat ik deze guy misschien kon huren van Monaco. Of die daar oorspronkelijk zat, weet ik eigenlijk niet. Ik ken de speler zelf in eerste instantie niet zo heel goed, moet ik eerlijk toegeven. Van Bergen huren, dat kon niet. Hopelijk misschien kan dat met Moussaba wel. Kan die hier op huurbasis eventjes komen chillen. Eventjes invallen zolang Ziyech nog geblesseerd is. En wanneer Ziyech dan terugkomt, ja, dan zullen zijn speelminuten heel erg dimmen. Maar het is wat het is. Daarom is het ook huren en niet kopen. En de lengte van het contract is te kort, pardon. Hoezo dan? Stoppen met... Nee, we kunnen hem niet bijvoorbeeld transfervrij signen. Oké, ik ga het dan doen met eigen jeugd achter Iatare. En dan hopen dat we dat redden daarmee totdat Ziyech een keertje terug is. Iemand zei ook, Hatenboer kan ook rechts voor je. Ja, maar daar ga ik hem niet voor gebruiken. We laten Hatenboer gewoon lekker verdedigen. Dan nu de bekerwedstrijd die we dus gaan spelen. Ik heb een jeugd/trainingteam. Ik wil de beker altijd met zoveel mogelijk jeugd doen. Jonker en Martinsson, onze nieuwe aanwinst, gaat ook mogen spelen. Altijd gezellig. Al de wereld gaat wel mee. Hem ga ik ook aanvoerder maken trouwens. Zo hebben we dat even gedaan. Waarom staat voor de rest hier alles op schuurs, joh? Wat is dit dan? Zo, heb ik dit eventjes aangepast nu de rollen. Mijn bank even aangepast hier. En voordat we de wedstrijd gaan spelen, de bekerwedstrijd tegen Cambuur, gaan we eerst even een kleine update doen over de doelstellingen en daarna de pers. Nou, de doelstellingen was ik in het begin van het seizoen even vergeten te melden, maar ze zijn er zoals ieder seizoen natuurlijk weer wel. We hebben het altijd gedaan en we zullen er altijd mee blijven doorgaan. We hebben win alle prijzen in Nederland en haal de halve finale Champions League. Dat zou een hele mooie zijn. Bestuur wil namelijk ook graag dat we de halve finale Champions League halen. Dan hebben we win de beker met al de wereld als aanvoerder. Dat hebben we zojuist ook gedaan. We hebben al de wereld, of nou ja, we hebben nog niet de beker gewonnen, maar al de wereld de captain in ieder geval gemaakt. Scoort 22 competitie. Competitieve doelpunten met Broi. Hij staat op 15 van de 22. Maakt 10 assists met Kudus. Hij staat op 6 van de 10. Dan daaronder is iemand met 2 doelen eigenlijk. Die heeft, maakt 10 goals en assists. En dat is met Bergwijn. Mag ook wel. Hij is 85 algemeen. Dus die mag er ook wel iets moeilijker. Hij gaat wel lekker. Even 9 van de 10 assists. En 5 van de 10 goals. Speel jeugdspits Martinsson. Of ja, jeugd. Het is een jong knaapje. Maar we hebben hem wel gekocht. Het was AC Milan jeugd. Martinsson alle bekerwedstrijden. En laat de jeugdkeeper jong. Alle bekerwedstrijden keepen. Dat waren de challenges. Gaan we nou gauw door naar de pers. Zijn er nog speciale spelers die u wilt oproepen voor het Nederlands elftal, bijvoorbeeld talenten? Wow, daar is het nog te vroeg eigenlijk om echt iets over te zeggen. Ik ben natuurlijk net begonnen bij het Nederlands elftal, nog geen wedstrijd gehad. Dus het is nu nog vooral oriënteren wie ik zelf goed genoeg vind en wie niet. Heb ik daar speciale plannen voor? Nee, simpelweg de beste speelt en ja, daar zal ik me aan houden eigenlijk. Na al dat puntenverlies in die laatste minuten en pijnlijke tegengoals, blijft u toch nog positief? Denk je dat dit een dipje was van korte duur?
Ja, ik probeer altijd zo positief mogelijk te blijven als dat kan eigenlijk. Want ja, als je dat niet doet en je gaat negatief lopen zeiken op alles en iedereen om de situatie, dan haal je alleen maar de algehele sfeer in het team naar beneden en zal je de situatie, naar mijn mening, alleen maar verergeren. Daar verbeter je er niks mee, dus ik probeer altijd inderdaad aardig positief te blijven, ja. Verder hoop ik inderdaad dat dit gewoon een dipje was van korte duur. Dat denk ik ook wel. Hoort bij het voetbal soms een beetje. Je kan niet altijd 6 gooien, om het maar even zo te zeggen. Dus laten we hopen dat het gauw beter zal gaan. We zien meerdere wedstrijden dat het moeizaam gaat in het team. Zijn er nieuwe tactieken nodig? Nee, dat denk ik niet. Ik vind het zelf nog geen tijd voor compleet nieuwe tactieken of iets in die trant. Zoals ik net ook met uw collega al zei, of zijn vraag al beantwoord. Het is gewoon hopelijk een vormdipje. Ik denk dat het ook wel een vormdipje is. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het nog wel goed komt. Wat dachten jullie van Jones van Liverpool? Gekke vraag. Wat dachten jullie van Jones van Liverpool? Dat is de vraag. Hebben we geen gedachten bij eigenlijk? Nee. Wat bedoel je precies mee? We denken niet zomaar iets over ze. Wie is Jones? Hè? Dat is mijn gedachte. Natuurlijk weet ik wel wie je bedoelt hoor, daar niet van. Maar nee, ik vind het een domme vraag. Krijg je van mij wel een herkansing? Mag je nog een vraag stellen? Wat dachten jullie van Pedri? Oh, jij bent echt weer zo'n journalist die denkt dat hij scout is voor Ajax of zo. Dan kom je gewoon met iemand anders aan. Je stelt precies dezelfde vraag. Want dan met een ander naampje. Denken we ook niks bij. Nee, hebben we geen gedachtes bij. Zijn we ook niet mee bezig, als je dat ons bedoelt? Helemaal niks. Geen interesse in die spelers. En beide heren niet. Volgende. De supporters zijn teleurgesteld dat jullie in eigen huis verliezen van PSV. Hoe staan jullie erin? Nou, gelukkig maar. Het zou een beetje gek zijn als de supporters zouden juichen terwijl je verliest, of niet? Als ze dat zouden toejuichen, dan zou ik me zorgen maken namelijk. En hoe wij erin staan, zoals ik ook met de collega's hiervoor. We denken dat het een vormdipje is, daar gaan we vanuit. We gaan natuurlijk gewoon alles op alles zetten op de training. Om ons spel wel weer op de juiste rit te krijgen natuurlijk en in de wedstrijden. Maar verder houden we onze kop omhoog. We gaan niet zomaar een tegenslag onze mentaliteit kapot laten maken. We gaan er nog steeds alles aan doen om het kampioenschap binnen te slepen. Dus kop omhoog, schouders omhoog en gewoon door blijven werken. Zo staan we erin. Dat was het weer voor vandaag met de pers. Ik bedank jullie allemaal voor jullie tijd en tot de volgende. Nou, daar zijn we dan. Bekerwedstrijdje Cambuur. Op papier moeten we dit makkelijk kunnen winnen. Maar ja, de resultaten zijn wat wezenvallig. We gaan ons best in ieder geval doen. Hier is Klaassen, die geeft hem mee aan Velasco. Velasco, slechte voorzet. Hier is Schuurs. Iatare. Christiansen met ruimte. Oeh, geen slechte poging. Christiansen mag ook de hoekschop nemen. Nou, dat is niet heel slecht. Verdediger zat er wel gewoon prima tussen. We tikken even wat terug hier. Oh, ik zag, die paas was niet lekker daar van Alderweireld naar Klaassen. Balletje hier, Velasco. Waarom voorzetten komt niet aan? Is het die nieuwe spits die met 14 loopt? Ja, man. Oh, dat mag niet. Ik vergeet dat altijd. Ongeacht welke positie. Krijgt een nieuwe speler altijd nummer 14. Maar hij scoort hier wel. Ik moet het alleen wel gewoon weer aanpassen. Deze game, jongen. Hou eens op met 14 geven. Ik wou dat je gewoon nummers kon uitzetten in het team. Dat zou toch een prima feature zijn eigenlijk. Nummers retiren. Dat je dat zelf even kan doen en dat de game het niet meer geeft. Maar hij maakt zijn debuut. Onze nieuwe Zlatan. Onze Zlatan Regen. En hij scoort even in de beker. Lekker, man. We zien hem weer gaan. We zien hem weer gaan. Oh, Bullebakkie. Hij paast hem. Nou weet ik alleen niet waar ik naartoe kan. Tik hem maar daarin. Ik zie daar. Oh, dat is veel te zacht. Oh, wat de hel. Oké, dat heeft Jonker. En het is ook buitenspel. Gelukkig, ik schrok al. Klaassen, Schuurs, Iatare. Oh, dit is niet verkeerd. Martinsson hier weer met een koppertje. Ja. Kijk, Iatare met een assistje. Martinsson met 2 goals in zijn debuut. Laten we gewoon even doen alsof hij een ander nummer draagt. We gaan het er niet over hebben verder. Het hoeft ook niet in de comments. Van verander nummer 14. Want ik
ik weet het. Er zijn altijd mensen die dat doen. Maar I know. We gaan het ook veranderen. Maar hey, lekker man. Zlatan Rijan met zijn tweede in zijn debuut. 0-2. Nou, hier komt Cambuur Jonker. Lekkere redding, man. Onze 2 meter lange reus. Nou. Koop Jonker, die heeft helemaal geen nummer. Kijk, dat is ook een interessante. En deze bal gaat gelukkig naast. Oh, dat is een slechte trap van de doelman. Geef hem eroverheen. Daar is hij weer, Martinsson. En oh, hij probeert het vaak in één keer. Maar ik denk dat de aanname daar beter was geweest. Christiansen ontvangt. Christiansen naar Klaassen. Die heeft ruimte. Oeh, niet slecht. Oké, we gaan hierheen. Zo, lekker hoor. Goed verdedigd, Frimpong. Iatare hier. Oeh, die levert hem in. Maar kan terug veroveren. Dat is dan wel fijn. Hier eroverheen naar Velasco. Oh. Oh. Dat is een geklungel in de verdediging. Voor zijn hattrick nu. Ja. Wat slecht uitverdedigd door Cambuur. En wat fijn om sinds die aangepaste sliders nu even een wedstrijdje te hebben die ik nog wel even fatsoenlijk kan winnen. Dat mag ook wel tegen Cambuur. En de hattrick is binnen voor onze Zlatan Rijan. Wat een debuut voor deze man. Lekker hoor. En we gaan hem gewoon de hele wedstrijd laten staan. Ook als hij zo lekker bezig is. Oh, daar is Velasco. Die komt er goed langs. Velasco met een voorzet. Kunnen we daar koppen? Nee. Ik denk misschien omhaaltje van onze regen. Maar dat zit helaas ook niet in. Oh, nou wil Cambuur hier gaan counteren. Maar Balde zit daar gewoon prima bij. Hij vraagt om de bal. Mr. Zlatan. Zo gaan we gewoon noemen. Martinsson is zijn naam. Dus daar gaan we het eigenlijk gewoon bij houden. Jammer dat die voorzet tot niks uitliep. Maar Cambuur levert er gigantisch snel in. Hier is Klaassen met een kans in de handen van de doelman. Echt waar, ik heb gewoon al sinds de 65ste minuut wissels klaarstaan ongeveer. En die komen er maar niet uit, want die bal maar niet uitgaat. En ik ben ook niet van het extra uittrappen. Heb ik volgens mij al een keer eerder verteld. Oh, dit is een prima bal. Velasco, maak tempo. Hij legt hem af. En hoppakee. Dan is het 0-4. En is het volgens mij Konrad Christiansen dit keer? Ben jij Chris? Ja, dit is Christiansen. 100%. Ik herken dat jeugdige kopie uit alles. En 0-4 is in de pocket. Oh, dit is wel even chill na die stroeve wedstrijden hiervoor. Christiansen met de goal. En na het doelpuntje van Christiansen is het klaar. Het is 0-4 eindstand. Lekker hoor. Hij mag naast de buurt meteen de bal meenemen. 5 pogingen, 3 doelpunten. Lekkere wedstrijd, Martinsson. Deadline day. We hebben 3 berichten. Een transfer... Oh, transferbod. Dit willen we niet. Ga weg, joh. Ik hoef die speler ook niet. Speler terug van blessure. Oh, zeer. Hij is alweer terug, joh. Oh, we hoeven niet eens per se direct op zoek naar een vervanger meer, dus. Lekker, man. Zeer gaan we langzaam terugbrengen. Wat fijn dat hij terug is van zijn blessure. En daar is een inleenaanbod op Konrad Christiansen. Korte termijn is het ook geen koopoptie bij hen. En het is Marseille. Dat is op zich wel een oké ploegje. Ik denk dat hij daar meer aan spelen toe komt bij ons. En ik hoop dat hij daar even een groei maakt naar, weet ik veel, 76, 77. Dat zou al heel mooi zijn voor die jongen. Christiansen is uitgeleend en we hebben Liel met een bod op Bergwijn alweer. Ik had net ook al, Bergwijn gaan we dit seizoen op zijn minst nog behouden, ondanks dat we een opstootje met hem hebben gehad. En ja, wie weet kunnen we nog langer behouden. Maar als zulke teams blijven komen, ik bedoel, kijk dat bod wat ik van Inter heb afgewezen. 76,5 miljoen, dat is niet normaal. Maar ja, als hij het nog even dan goed blijft doen dit seizoen, dan wordt hij misschien nog veel meer waard. Nou ja, veel meer. Misschien wordt hij dan gewoon meer waard. Maar dit gaan we dus gewoon nog afwijzen. Zoals ik al zei, Christiansen is dus uitgeleend. En dat betekent dat de camppositie aardig dunnetjes is met nu alleen Tadic en Kudus. En Tadic is zwaar aan het afzakken. -3 al gegaan dit seizoen. Nu nog maar 75 algemeen. En ik denk dat we een leider, want dat is die, hij is een leider, vervangen moeten voor een andere leiderstype. En dat is Christian Eriksen. Met vervangen bedoel ik niet per se dat we Tadic gaan wegdoen. Maar hij is gewoon een stuk minder bruikbaar nu. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Ik wil hem wel proberen te laten stoppen als Ajax ziet.
En dan wordt het volgende doel ook met Eriksen. Hij gaat hier ook blijven tot het einde. Ik wil gewoon zo'n guy, zo'n type speler hebben als een soort mentor voor iedereen. En dat gaat nu Eriksen zijn voor ons. Hij wordt de nieuwe Tadic, als het ware. Wat Tadic nu in het echt is voor Ajax, gaat hij hopelijk voor ons zijn. 31 jaar, dus hij is niet de jongste meer. Dat was hij sowieso niet meer, maar hij is ook niet heel oud. Hij kan denk ik nog zeker wat 3 seizoenen mee. Niet op 82 algemeen natuurlijk, maar gewoon wel mee in de selectie, hopelijk. Dus we gaan achter Eriksen aan. We moeten hem ook tussen de 27,2 en 35,6 miljoen gaan bieden. Maar ja, wij gaan natuurlijk gewoon zijn marktwaarde bieden. Zo, daar gaan we. Dit is vooral voor de Champions League ook echt even nodig. Een goede backup achter Kudus. Want ja, met alle respect, Christiansen is ook nog niet heel hoog. En Tadic, die gaat alleen maar naar achter toe. Dus ja, we need you, Christian. Dit is het moment. Jij mag daar toch niet meer voetballen in Italië. Kom maar bij ons. 25 mil, ze willen 29,4. We halen de doorverkoopclausule weg. Ik zeg, we gaan er tegenaan gooien. 27 mil. Gaan ze hiermee akkoord? 27,7. Kunnen we nog wel wat van afsnoepen? 27,5. En dan gaan we 100% een deal hebben. Kijk maar. Lekker, man. Even Christian Eriksen oppikken. Nou, daar gaan we. Eriksen, kom er gezellig bij, makker. Het is wel een van mijn favoriete Ajaxiden die ik heb mogen meemaken. Ik heb een shirtje van hem. Shirtje met zijn naam bedrukt. Had ik maar een daadwerkelijk wedstrijdshirtje van hem. Hé, dan zou ik niet eens klagen van welke speler dan ook. Dat is gewoon super vet. Maar we gaan hem een belangrijke rol geven. Want dat gaat hij nog wel zijn. Hij gaat achter Kudus staan. Hij wil een 3-jarig contract. Daar kan ik helemaal mee leven. Hij wil een afkoopclausule niet. Dat wil ik ook niet. Dat kwam er even verkeerd uit. En hij gaat omlaag in zijn salaris. Ik haal zijn andere bonus weg. Ik zeg dienen. En dan wil hij iets meer loon. Dat accepteren we. Christian Eriksen. Ook tegen jou kunnen we zeggen. Welkom terug bij Ajax. En daar is hij hoor. Christian Eriksen voor 27,5 miljoen. Welkom bij het team. Ik heb zijn nummer al gecheckt. Hij heeft gelukkig geen 14. Dus dat scheelt. 3-jarig contractje, 75.000 per week is het salaris. Fijn om hier te zijn. Ik weet dat ik me aansluit bij een club die gegroeid is en nog steeds de ambities heeft om zo hoog mogelijk te komen. Daar heb je helemaal gelijk in, Christian. Nou, met Ziyech terug hebben we ook niet echt meer een rechte vleugelspeler nodig. We kunnen voor de rest gewoon lekker doorsimmen. Chelsea wil opeens Bobby hebben. Man, deze aanbiedingen worden echt onhoudbaar voor een club als Ajax, gek. Als hij nog meer groeit, kunnen we hem misschien na dit seizoen ook voor 100 plus verkopen. Want er staat, als we zouden onderhandelen, zouden we al 94 kunnen vragen op dit moment. Maar Bobby blijft nog even bij ons. Eerste transfer. Oh nee, niet zo eerst. Hij heeft al een keer eerder een transferbod gehad. Mikkelsen. Maar jij bent onze doelman. Blijf lekker hier. En de transfermarkt is nu dicht. Maandelijks verslag jeugdteam. Ja, daar kwam ik hier eigenlijk niet voor. Is dit nou opeens nog een laat aanbiedingje? Ja. Voor Mikkelsen weer afwijzen. En er is zelfs nog een bod op Tadic voor 9,2 miljoen. Ja, hij presteert natuurlijk niet slecht op zijn oude leeftijd. Maar zoals ik al zei, we gaan Tadic wel proberen te laten stoppen als Ajax ziet. Dus ga weg, Sporting. En op de deadline is veel geld uitgegeven. Ik zou niet eens weten hoe ik dit moet uitspreken. Niet dat het me ook eigenlijk iets boeit. Want ja, wanneer ga ik nou werken met zulke hoge bedragen in het leven? En dan zien we hier een nieuwtje van onze oude bekende Valentijn Driessen. Hij meldt dat Bergwijn boos is op de situatie. Omdat hij niet verkocht is deze transferperiode. En dat hij een transfer naar het buitenland wel ziet zitten. Ja, we hebben natuurlijk een opstootje gehad met hem over zijn speeltijd. En ja, dit is nou geen lekker vervolg, kunnen we wel stellen. Nou, ik heb hier ook een jeugdspeetje die er interessant uitziet. Hij is 17, maar zijn algemeen kan zitten tussen de 53 en 71. Hij is maar 550.000 waard. Ik had hem hoger verwacht met die schatting van het algemeen. Want ik schat dat hij dus al rond de 60 of hoger algemeen daadwerkelijk gaat zitten. Met zijn potentieel en alles is dit best wel een mooie. Zijn lengte is voor een speler achterin wel wat klein, 1,71 meter. Dus ja, hij zal op die linker vleugel terecht gaan komen, verwacht ik met zijn lengte. We gaan hem in ieder geval signen. En dan nu competitiewedstrijdje tegen RKC. Staan 16e en ik kan dan wel gewoon met de basis simmen. Er is nog genoeg rust. NEC moet met de wissels. Maar we gaan dus de basis erbij pakken. We gaan nu wel wat aanpassen in de bank. Sorry Tadic, we gaan jou van de bank halen. Daar gaat Eriksen nu staan. En
Ja, dat is eigenlijk ook nog de enige aanpassing tot dusver, moet ik eerlijk toegeven. Ik ga van Eriksen nog even daadwerkelijk echt een cam maken. En dan is het nu tijd om te simuleren tegen RKC. Snel simuleren, dan gaan we. Het is een thuiswedstrijdje en we winnen 3-1. Klaassen, Iatare en nog een keer Iatare. Lekker man, 2 goaltjes voor Mootje. Mooi. Nou, wedstrijd tegen NEC op het programma. Die ga ik gewoon zelf spelen. Dat ga ik doen met de wissels, zodat mijn basis fit blijft voor de wedstrijd tegen Sevilla in de Champions League. Ga ik wat dingen aanpassen? Ja, zeker dat wel. En dat zal vooral de bank zijn. Ziyech gaat hier weg en we gaan Hateboer meenemen. Zodat we hem inderdaad eventueel als backup kunnen inzetten deze periode achter Iatare. Iatare die nu dus even dubbele diensten gaat draaien. Maar we gaan hem misschien wel gewoon de tweede helft rust geven. Als die erg vermoeid raakt. Tadic kunnen we nu dus te gaan afhalen. We gaan nou dus daar Eriksen zetten. Dat is ook zo. Maar we nemen Tadic daarentegen wel mee op de bank. Dan krijgt Kudus tussendoor ook wat rust. Adams even op de bank gezet. En natuurlijk nemen we ook al de wereld mee op de bank. Die dit trouwens van mij ook gewoon mag spelen. Waarom staat Guardiol met de wissels hier in het veld? Huppakee. Al de wereld erin. En dan is dit het teampje wat zo mag gaan spelen. Laten we maar gewoon naar die aftrap gaan. Die aftrap mogen wij nu gaan nemen. Suarez staat klaar. We zijn begonnen. Daar is een balletje voor Velasco. Dat is geen verkeerd balletje. Geef hem laag voor. Oh, dat was niet eens zo slecht. Bal, die was even naar binnen getrokken. Moet nou weer zijn vleugel op. Juist goed onder druk gezet. Tegenstander kon er niks mee. Klaas kon hem overnemen. Ik zie alleen niemand echt lekker meerennen. Nu wel. Velasco is weer vertrokken. Velasco, ga zelf maar even. Geef hem voor. Oh, dit is lastig. Hij wil voor een omhaal gaan. Was gewoon gaan koppen, maat. Nou. NEC hier. Oh, daar mist Van den Berg heel hard zijn man. Zo. Kom op, Klaassen. Nee, maar hier komen we niet uit, niet weg. Oh, Mikkelsen moet in actie komen. Nou. Hoekschop NEC. Kom op, weg ermee. Nee, niemand kopt. En daar wordt vervolgens ook naast gekopt door de tegenpartij. Oké, dit is een flink countermomentje. Daar gaat Eriksen. Eriksen. Wat doe jij in de counter? Nou, haal maar uit. Oh, ik telde hem al in mijn hoofd. Nou, Iatare nu. Geeft hem voor. Dat is geen beste. Nou, was ook geen slechte hoekschop. Oh, daar staat iemand vrij. Dat is Eriksen weer met de ruimte. Lat! Wat een pech. Nou, Velasco hier. Tikt hem naar Klaassen. Schuurs. Hoppa, hier overheen. Weer een kans voor Eriksen nu. En weer niet raak. Eriksen, jongen. Een speler van zijn kaliber moet dat toch wel echt gaan afmaken. 3 kansen. 3 keer mis. Corner leidt helaas dan niks tot dusver. Nu een geplaatst schot via de stuit. Hoe had de doelman er nog meer moeite mee als hij had verwacht? Nou, meegeven daar. Nou is het Iatare. Iatare nu los. Iatare. Tik hem. Ja, nu de blok. Daar kan Eriksen dan niet veel aan doen. Suarez hier. Eriksen gaat weer. Eriksen is hongerig. Eriksen wil gaan scoren. En nou doet hij het eindelijk wel. Wat was je hongerig naar het doelpunt, deze pot. Wat een strijder. Hij moest en zou scoren. Dit zijn runs die Suarez zou moeten maken, man. Maar ze spelen een omgedraaide rol, deze pot, lijkt het wel. Suarez met de assist. Eriksen met de goal. En we staan eindelijk... Eindelijk 0-1 voor. Ondanks dat hij gescoord heeft, heeft hij ook meer dan zat kansen gehad. Eriksen gaat eraf voor Tadic en Suarez was een beetje onzichtbaar. Die gaat eraf voor Brobby. Hier is Iatare. We moeten even rustig op zoek naar ruimtes gaan. We tikken naar Klaassen. Daar is Brobby. Oh, bijna een goaltje over Brobby. Slechte doeltrap daar van NEC. Klaassen geeft hem eroverheen. Kan Brobby daar op tijd bij? Oeh, maakt het de keeper in ieder geval lastig. Hier is Klaassen. Oh, ik zie daar Velasco gaan. Oh, nou schieten. Hoe mis jij dat nou weer? Wat is mijn afronding de laatste wedstrijden? Is echt om te huilen. Oh, maar ons druk zetten daarentegen is echt lekker. Tadic, de veteraan. Oeh, dat is ook heel kut. Ja, iets anders kan ik er niet op zeggen. We zien een Hateboertje gaan. We geven hem eroverheen. Hateboertje.
Naar Bobby maybe. Oh, wat een kopbal. Oh, pff, wat een pech is dit. En dan de keeper met de redding op Tadic. Oh, geven we hem eroverheen. Prima balletje voor Bobby nu. En daar is 0-2. Zo stellen we het veilig. Bobby pakt er weer lekker eentje mee. Mooi man. 0-2 tegen Groningen. Oh. Het gaat wel moeizaam nog. Maar dit is even een betere voorsprong. En we gaan dit tenminste niet weggeven. Zoals tegen Groningen. NEC kunnen we verslaan. Dat blijkt maar weer. Bobby met de 0-2. Nee, en daarmee is het einde wedstrijd. 0-2 is de overwinning. Oh, Bobby heeft ons over de streep gestrokken op het laatste moment. Nou, ik had nog een scoutverslagje binnen. Dat is dan deze guy van Liverpool. Volgens mij heeft hij daarvoor bij Bayern gezeten. Zo uit mijn hoofd was het daar ook een jong talentje. En hij is nog steeds niet oud. Hij is 24, 79 algemeen en zijn contract loopt af. En met het oog op vertrekkende spelers. Klaassen wil weg bij een bot op het buitenland. Bergwijn zijn toekomst hangt aan een zijden draadje hier. En je weet maar nooit of er gewoon over het algemeen nog gekke aanbiedingen gaan komen. Is dit er eentje die ik wil gaan strikken? Krikt onze leeftijd op het middenveld even naar beneden. Want we hebben ook Eriksen erbij natuurlijk. En Tadic kan steeds minder spelen. Dus voor volgend seizoen gaan we hem sowieso wel in onze speeltijdplanning kunnen werken. Dus ik wil hem gewoon signen. Hij is gratis. Hij is ook in het verleden wel eens achtergelaten in de comments. Niet per se recent, maar ik heb zijn naam wel eens gezien. Cousins moet ik denk ik zo uitspreken. Zijn voornaam is Michael. Misschien is dat ook wel met die puntjes een andere uitspraak. Maar voor de makkelijkheid noem ik hem Michael. Gratis oppikken. Ik bedoel, waarom ook niet? Hij is, als we hem een beetje zijn carrière op de rit kunnen krijgen, is hij na het seizoen waarschijnlijk ook weer zo weg. En dan hebben we dikke winst. Dus we gaan dit gewoon doen. Kom erbij. Hij heeft ook nog eens een gameface. Dat heb ik nog niet eens verteld erbij. Maar dat is ook wel een leuke bonus. Een talentje, we gaan hem een rotatierol geven, veel meer kan ik hem sowieso niet bieden. En dan gaat hij mee akkoord. Kijk, hij wil een contractje van 3 jaar, maken wij gewoon 4 van om zijn waarde op te krikken. Dat is ook prima, hij wil geen afkoopclausule, dat willen wij ook niet. En hopelijk komt hij aan met zijn eigen salaris, nee. Dan wordt dit een gokje. Ik verwacht niet dat hij heel veel aan spelen toekomt. Bij ons ga je meer aan spelen toekomen, lever maar wat in. Maar je krijgt er een tekenbonus van 5 ton bij. En waarom heb ik geen transfer? Oh, wacht. Transferbudget is hier niet eens echt van toepassing. Maar dat er 0 bij staat, daar schrok ik even van. Goed, 500.000 aan tekenbonus met dat salaris lijkt mij prima voor hem. En dat is een redelijk aanbod. Korting in het salaris. En we hebben hem gratis opgepikt. Lekker hoor. Welkom bij het team. Natuurlijk is dat wel pas voor volgend seizoen. De transferperiode is dicht. En ook al was het open, kwam die nog niet over. Maar welkom bij het team. En dan nu Sevilla op het programma. Maar ik ga hier de aflevering afsluiten. Want ik ben al langer dan een uur aan het opnemen. En normaal gesproken heb ik in die tijd toch wel ongeveer de 3 wedstrijden. Ongeveer op beeld. Dus anders wordt het gewoon te lang voor het editen met alles erop en de randen bij. Dus hier sluiten we hem af. Mocht je het leuk hebben gevonden, zou ik zeggen druk op het duimpje omhoog. Klik op die like knop en deel deze video. Dat kan mij enorm helpen. Ik zou het zeer waarderen als jullie dat zouden willen doen. Klik ook gelijk even op abonneren als je hier nieuw bent en meer wilt zien. En dan verschijnt er ook zo'n belletje bij. Als je daarop klikt, zet je de notificaties aan. Zo mis je geen enkele nieuwe upload. Laat natuurlijk ook jullie persvragen achter in de reacties. En al jullie andere feedback die jullie zouden willen achterlaten. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken en voor al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende. Ciao!